Bij mij zitten Bieke Krukke, oftewel Ant Zwartebroeks. Hey. Maar waarom stoppen jullie ermee? Goh, die vraag moet je eigenlijk stellen aan de bazen van de VRT, want zij hebben uiteindelijk die beslissing genomen. Wij hadden eigenlijk nog 4 jaar willen doordoen. Tot 25 ja, jaar? Ja, dat je zo kon zeggen van oké, we hebben een kwart eeuw kampioenen gehad. En nu kunnen we zeggen, kijk, we zijn net volwassen geworden ja. En nu houden we ermee op. Ja, want je hebt 21 jaar meegespeeld, maar hoe was de reactie van de acteurs toen ze het kwamen vertellen? Hoe hebben ze het verteld eigenlijk aan jullie? Goh, het is eigenlijk op een bepaald ogenblik. Het had ook te maken met het filmproject wat wij niet echt wilden doen en zo. En dan hebben ze eigenlijk gezegd van kijk, over een jaar gaan we ermee ophouden. En ja, dat was slikken. Zoals voor iedereen die een ontslag boven zijn hoofd ja, heeft hangen. Het is eigenlijk ontslag, hè? Oh ja, voilà. Dat is dan slikken. En zeker omdat we wisten van, kijk, dat is zo'n hechte ploeg. Dat is eigenlijk familie. Dat is een vriendenploeg. Ja. Een toffe job. Dat ga heel moeilijk zijn. En het was ook heel moeilijk. Ja, en ja. De andere acteurs, hoe gingen zij daar? Zijn er tranen gevloeid, de laatste... Massa's, ja? Liters, ja. wat ook normaal is, hè. Ja, ik ook. Ik heb zeker bij de laatste opname, maar dat was dan in december, half december. Er zit ondertussen wel een tijdje tussen, gelukkig. Het moment dat ze zeggen van einde draaidag, einde kampioenen, en gevoeld van oké, 21 jaar lang heb ik in deze habitat mijn tijd doorgebracht. En dat is weg. Ja, wow, ja, natuurlijk. Ja. Zeg, want je hebt als Bieke ook heel veel meegemaakt hè, bij FC De Kampioenen. Je bent zelfs getrouwd geweest met Markske, ja. Hè, jouw tegenspeler. En daar hebben wij ook beelden van natuurlijk. Ja. Mark, ik geef deze ring omdat ik van u hou. Ja, ik ook, Bieke. En hem niet verliezen, hè. Het is nogal onhandig. Nogal onhandig. Maar het was eigenlijk andersom, hè. Ja, voilà. Zeg, maar ja, je moet heel handig zijn om onhandig te kunnen spelen. Is dat zo? Ja, absoluut. Herman was een zeer fijn en goed acteur om 21 jaar mee te werken.